zou die kerel met die pet op zijn? Nou, stomme vraag, uw kapitein. En sommigen denken dan misschien, hé, hey, ik heb die gek toch meer gezien? Dat klopt, maar dat hebben anderen bedisseld. Ik ben onlangs van baan gewisseld. Ik bleek 4 weken terug, helaas, de baas op de stoomboot van ik hoorde iemand zeggen Sinterklaas. Hallo, dat zei niet ik, dat zei u. Nee. Goed, oké, als u dat vindt. Het was de stoomboot van de Sint. Oké. Maar Sint is, zoals je in december vaker ziet, nou weer zoals vanouds, op weg met nou, hoor ik dat zwarte Piet. Nou, zo eentje ben ik niet, hè. Ho. Nee. Ik hou niet van die zaken om Piet hier zwart te zitten maken, hè. Nee. Dat zei ik niet, dat zei u. En daar krijg ik last mee, nonde. Ja, afijn, u snapt het onderhand. Mijn oude schuit die is gestrand. En ik, Achem, u raadt het al. De beste stuurlui die staan aan. Ho, dat zei ik niet. Dat zei u, ja. Daar krijg ik last mee, nonde. Nee, is best safe die nieuwe coalitie. Want Piet is bij de reservepolitie. En dat is dus een vreugdevolle tijding. Piet is gewend aan de rampbestrijding. Al is een klassiek dilemma wel erbij. Zoiets als met de kip en het ei. Men is verdeeld hier in het kamp. Wat was er eerst? Piet of de... Omdat 5 plus 3 geen 9 wordt. Tot Jan Borgans, hij uit gewoonte zei, dan nemen we een brandster bij. Ik zeg, die gaat nooit met jou en zee, die doet met jullie niet meer mee. Kom, pak een brans, zei Jan, wedde, daarna wordt CDN weer CDA. Godzijdank, lief Jan, ik was het moe. Ik wil naar rustiger water toe. Hij zag ook meteen waarom die riep. Omdat hij op zijn wenkbrauwen liep. Waarbij ik niet zo zuiver zag of dat niet aan de wenkbrauwen lag. Slag zei, van Frans Disse wilde nog te waaien. Maar had in het dok nogal verwilderd de hele schuil.
alleen Frans de boot gemist. Ja. En Piet staat te lachen. En roept ons er eens toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Maar vraag me niet hoe. Hij staat op de voorplek, de armen gespreid. Dus krijgt de Titanic een kwestie van tijd. Het CDA zingt vol passie een oud zeemanslied in het zicht van de haven Verhoevening. Ja. Intussen heeft Walt Disney de gemeente verzocht of ze het script mochten hebben. Dat prompt werd verkocht. Over de val van het college. Het sprookje voorbij. Ze kregen meteen de spelers erbij. Ja, Ruud en Marion blij dat Walt Disney ze vroeg. Maar ze hadden nou tenslotte weer tijd genoeg. Ja, ik mag er niks van vergaaien, maar de titel is klaar. En ook de scène aan het eind is al zijn. Doodse stilte. En dan barsten de violen los. Knabbel en babbel verlaten het bos. Arm om de schouwen. Een droevig gezicht. De dierenbosleiding boet in aan het gewicht. Aangrijpende scènes in de dierenbosraad. Verhitte discussies en heel veel gepraat. Tumult alom en bij de godsganse zwiks. Alleen niet bij Jo, want die zei weer niks. Ja. Hein vond het allemaal ram verkeerd. Hoe wordt hoepel op smart geformuleerd? En toen keek Frans Disse naar zijn groenlinkse bruid. Hij hoorde haar sissen, nou maak ik het uit. Weer een taak op de schouders. Een heel nieuwe serie. Boerin zoekt wethouder.